Dat was eigenlijk collega Steven Vermeulen, die kwam er mee. Reisje naar Roemenië en op de terugweg had hij nieuws, Dacia zou naar Nederland komen. En dat was eigenlijk een beetje een gokje van Renault Nederland. De Dacia was helemaal niet bedoeld voor de Nederlandse markt. En dan dachten, nou weet je wat, we hebben die rare sedan, de Logan. Een beetje een lelijk ding, maar wel ontzettend goedkoop. Ze proberen het gewoon. En nu kijk eens, we zijn jaren verder en Dacia is een denderend succes in Nederland. Het begon met die Logan, toen kwam de MCV, toen kwam de Sandero. En dit is de volgende stap, hij heet Logi. Een MPV van Dacia, een zevenzitter. En de vanafprijs is dan opnieuw het belangrijkst, €14.990. Juist. Dacia geeft zelf nogal hoog op over de derde zitrij. Volwassenen kunnen er zitten. Eens kijken. Nou, dat valt reuze mee. In een Ford S-Max of een Qashqai Plus 2 houden we dit niet. Beenruimte, best aardig. Hoofdruimte, voldoende. Eigenlijk positief verrast. Heb je meer ruimte nodig, je klapt de derde zitrij in. En als het moet, ook de tweede zitrij. Eenmaal achter het stuur is het een beetje een kwestie van perceptie. Wat zijn je verwachtingen voor dit geld? Nou, die zijn niet al te hoog en dan valt het alles mee. Moet ik oppassen dat je niet te enthousiast wordt omdat mijn verwachtingen zo laag waren. Het is allemaal een beetje op niveau van een hele goede A-segment auto, Kia Picanto en zo. Afwerking is redelijk, materialen zijn wat omhoog gegaan. Komt ook omdat die MCV natuurlijk van binnen echt spuuglelijk was. Nou, dat is deze niet meer. Het ziet allemaal net wat stukje volwassener uit, maar verwacht niet hoogstaand spul. We zijn nu onderweg met de 1.2 TCE. Hij wordt ook nog geleverd met de oude 1.6, het atmosferische blok. Maar die wordt in Nederland niet geleverd. Die is namelijk een stukje onzuiniger. En dan door onze BPM-regels is de 1.2 TCE al goedkoper. En het is de fijnere motor. Dus waarom zou die 1.6 leveren, dacht Renault? Dus alleen die 1.2, heerlijk motortje. Lekker veel koppel. Meer dan bijvoorbeeld een 1.2 TSI nog. 190 Nm, is best veel zo'n blokje. En daardoor hoef je niet toeren te maken. Je geeft gewoon gas vanaf 2000, 2500. En hij sleurt hem lekker voorwaarts. Ook met veel bagage of bergop. Dus dat is goed. Hier registreren nog eventjes de diesel, DCI. Ook goed, want die Renault diesels zijn lekker stil. We hebben ook lekker veel koppel. En het onderstel, ja, dat zijn vrij slechte wegen hier in Marokko waar we rijden. En hij pakt het allemaal vrij goed aan, moet ik zeggen. Harde kuilen en klappen, hij doet het vrij goed, terwijl die nog redelijk strak op de weg ligt. Aandrijflijn en onderstel is dik in orde. Wat wordt dan minder? Ja, de hele beleving van binnen, interieur had ik geloof, maar ook bijvoorbeeld zitpositie en de stoelen. Is allemaal niet ideaal. Het is een beetje in je rug zit het slecht en het voelt wat hard. Daar is het geld vooral aan gaan zitten. Het hele interieur, zo, de stoelen en de afwerking, dat soort dingen. Dus het is een keuze waar je maakt. Het blijft goedkoop vervoer voor veel, maar verwacht geen luxe. Belangrijk punt nog. Er werd gisteren gevraagd, wat denken jullie als Dacia dat je gaat bereiken in de Euro NCAP crashtest? Nou, zeiden ze, het is een Dacia, dus we gaan voor 3 sterren. Ja, 3 sterren, dat is nogal zo'n doel voor jezelf. Kijk, als je nou gaat voor 5 en je haalt 4 of heel misschien 3, dan is het nogal teleurstellend. Maar om nou te claimen dat je gaat voor 3 sterren, dat wel moederbedrijf Renault al jaar en dag zegt, onze modellen moeten allemaal 5 sterren hebben. Ik vind het iets te makkelijk. Je kan zeggen dat geld moet ergens in gaan zitten. Maar als autofabrikant mag je ook wel je verantwoordelijkheid nemen. Een consument heeft nu ook niks te kiezen. Dus je krijgt 3 sterren als je deze auto koopt. Terwijl je weet dat het beter kan. Ik vind het een hele foute bezuiniging. Als je het maar 1 keer in je leven nodig hebt, is het genoeg, hè? Die 5 sterren in plaats van 3. En elk nieuw model heeft 5. Zelfs een A-segment al. Ik geloof de Fiat 500 was de eerste in 2007. Iets te makkelijk gedacht wat mij betreft. Qua value for money zal het weer een sende hit worden in Nederland natuurlijk, dit apparaat. Je zal maar veel kinderen hebben en weinig budget. Nou ja, ideaal. Vanaf 15.000, een beetje leuke versie vanaf 16, 17. Wat wil je nog meer? Leefbaar vanaf september, al iets eerder staat hij bij de dealers en kan hij besteld worden. Lease 20% voor een dieselversie. Voor de mensen die het interessant vinden, ik kan me voorstellen wat zakelijke rijders denken. Lage prijs, lage bijtelling, prima. Concurrentie. Ja, wordt snel duurder. Sneak en zo een stukje duurder. Denk meer aan Venga, Hyundai iX20, dat soort auto's.